Vanochtend om 4:15 kregen wij een melding van een mogelijke gijzeling in een café in de binnenstad van Ede. Binnen 2 minuten waren we daar te plaatsen en bleek de situatie inderdaad zeer ernstig te zijn. Zaterdag 30 maart, een incident in Ede Centrum. Kunt u eens uitleggen wat heeft er plaatsgevonden? Ja, er is een gijzeling geweest in café Petticoat op het Museumplein. Van een aantal uren waarbij 4 mensen zijn vastgehouden. En de gijzelnemer die bedreigde hen met een mes. Of zei dat hij messen ook had en met een rugzak vol explosieven. Dus de politie is heel snel ter plaatse gekomen met ook specialistische eenheden. De dienst speciale interventies. Er zijn onderhandelingen gevoerd met de gijzelnemer. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij eerst 3 gijzelaars vrij liet. Nou, die kwamen hevig geëmotioneerd naar buiten, heb ik ook op de beelden gezien. En een 4e heeft hij ook uiteindelijk laten gaan. En toen is hij zelf naar buiten gekomen en aangehouden. Ja, vanochtend om 4:15 hebben wij meldingen gekregen via onze 112-centrale dat er mogelijk sprake zou zijn van een gijzeling in Ede, in een café, waarbij 4 mensen gegijzeld zouden zijn en er sprake zou zijn van 1 gijzelaar. Daarop hebben wij behoorlijk opgeschaald als politie, nadat we vast hadden gesteld dat het ook daadwerkelijk het geval was. Dat is een zeer heftige ochtend geweest, ook voor de politie, maar met name ook voor de slachtoffers van deze gijzeling. Dus dat is wat er vanochtend zich heeft afgespeeld in Ede. U sprak over een intense zaterdag. Als je je huis uit moet, 300 mensen... Als je kind, zo zeg ik het maar even, daar gegijzeld wordt, die gewoon aan het schoonmaken was in het café, ja, dan maak je hele grote zorgen. En dat doe ik natuurlijk ook als ik zie wat het allemaal teweeg brengt. De winkels konden niet open. Nou, mensen moesten nogmaals hier opgevangen worden in het raadhuis. En je bent er wel uren mee bezig, omdat je ook niet zeker bent van de goede afloop natuurlijk. Maar gelukkig is het goed afgelopen. Maar de emoties die zijn nog hoog op dit moment. Er is een groot opsporingsonderzoek gestart naar wat er precies is gebeurd. Dus het opsporingsonderzoek moet verder uitwijzen wat het motief van de dader is geweest. We zijn op dit moment nog bezig met het onderzoek in het café zelf, omdat er mogelijk sprake is van de explosieven. Dat onderzoek loopt nu en ik hoop dat binnen een afzienbare tijd is afgerond, zodat de binnenstad van Ede ook weer helemaal open kan. Heeft u al betrokkenen gesproken? Ik heb wel mensen gesproken hier vanmorgen die in het raadhuis waren en die hun huis uit moesten. Maar ik ben nog niet in de gelegenheid geweest. Wel is wethouder De Pater daar nu naartoe om met gegijzelde familie en anderen te spreken. Dat ga ik zo snel mogelijk doen. Social media speelde vanmorgen ook een grote rol. Klopt. Ja, dat zien we natuurlijk in deze tijd vaker gebeuren, dat social media een hele belangrijke rol speelt. Het is ook, daarom is er ook een live blog gestart vanuit de gemeente zelf om ook een aantal dingen te ontkrachten die op de social media rondgingen. Bijvoorbeeld het terroristische motief van de dader. Daar hebben we op een gegeven moment dat ging ook rond. Daarvan hebben we vrij snel naar buiten gebracht dat niet het geval was. Bent u opgelucht dat het op deze manier is afgerond? Zeer opgelucht. Het is een zeer, zeer heftige ochtend geweest voor iedereen die erbij betrokken is geweest. Dus ik ben heel blij dat dit het einde is. De politie is nog bezig met het onderzoek. Die hebben aangegeven zodra dat is afgerond. En wij krijgen als gemeente het sein van de politie dat ze klaar zijn met het onderzoek. Dan kunnen de linten weer weg en dan is alles weer toegankelijk. Kunnen mensen naar huis. Ja goed, ja, ik heb mijn eigen horecazaak daar op het plein zitten, La Cubanita Ede. Het zit 3 deuren ernaast. Ja goed, ik werd wakker gebeld vanochtend door leveranciers. Ook mijn broer die woont daar op het hoekje. Ja goed, de vraag is überhaupt of we open kunnen na vandaag. Leveringen zijn niet gebracht ook. Ja, en je collega-ondernemers zitten in de penarie natuurlijk. Dus ja, meer voor mij ook onbekend. Ik ben hierheen gegaan zo snel als kon. De actie is inmiddels voorbij. Hoopt u nog dat u vandaag open kunt? Ja, tuurlijk, je hoopt het. Maar ja, de vraag is of je überhaupt open kunt. Het kunnen, maar ook of je open wil na zo'n situatie. Dat is natuurlijk ook de vraag en welk beeld je daarmee afgeeft. Dat is vooral nog onbekend. Ik moet die beslissing nog maken. Geschrokken?
Ja, tuurlijk. Ja, ja. En vooral, ja, je collega-ondernemer twee deuren verderop. En dat personeel die daar vast zit, ja, daar gaat vooral mijn aandacht naar uit. Ja, goed, het feit dat er bij mij niet geleverd is of dat ik misschien wel of niet open kan of mag. Ja, dat is dan het is niet echt de prioriteit. Eerder dat iedereen veilig is. En gelukkig is dat nu het geval. Ja, nu zijn de vervolgstappen die moeten nu genomen worden.